Hey, welkom terug, dit is Dutch Dragon. We spelen nog altijd Civilization 6 met Theodore Roosevelt. We hebben opnieuw een beelden klaarstaan om het dorpje Baltimore weer iets te versterken. Fur hebben we binnengehaald. Volgende stap is hier wellicht nog een boerderijtje. Ik weet niet of dat hier kan. Misschien wel cruciaal om die eerst te bouwen. Ah, trouwens, die kunnen eventjes op termijn ook daar. Ik denk dat we dan nu die maar even pakken. En zo rollen we de volgende beurt. We zijn dus inmiddels op beurt 208. Het eerste schip was bijna af. Oké. Mamluk, ben benieuwd wat dat is. Waarschijnlijk is een speciale unit. Misschien op een kameel of zo. Zien we daar iets van? Nee. Nee, hij zit natuurlijk hier. Hé, hey, Stockholm heeft een brandje. Olifanten, katapulten. En daar is hij. De eerste unit die er echt toe doet. Als het tenminste gaat om het verkennen van de map. Hij mag behoorlijk wat stapjes zetten. Choose production. Ja, lighthouse is dan misschien wel interessant. Had ik misschien ook eerst moeten doen, bedenk ik nu. Hier trouwens eerst maar zijn city wonen, ja, gelijk zo meteen. Jij kan in ieder geval even een aanvalletje doen. Oh, dit zijn echt al moderne schepen zelfs. Nou ja, redelijk. Zit hier wel een stoomlocomotief in. Wat zeg ik? Stoommachine in, geen stoomlocomotief. Beetje stoomboot idee. Needs orders. Fortify. Next turn. Bijna kanonnen. Opera en ballet. Bullshit theater kunnen we eventueel gaan bouwen. Ziet er wel uit als iets wat ik zou willen. Oh, krijg ik gratis twee civics mee. Dat is helemaal de moeite waard. Ik vond eigenlijk al wat eronder stond interessant. Maar nu is hij zeker de moeite waard. Moet langs een theatersquare. En dat hebben we hier. Zou hier of daar prima kunnen. Hey, bezoek. Kan je nou niet vertellen dat je niet mag schieten? Lijkt er wel op. Als ik er iets zou beginnen druk op te lijken trouwens. Mooi. Hier zit nog een promotie. Hier, oké. Oh, daar zit een dorpje. Ik wou zeggen, waar komen ze eigenlijk vandaan? Maar dat is helder. Ik ga hem eens even bijhalen, om een beetje die kant op te trekken. Zo. Dat hier nog geen route loopt, hij moet echt omlopen. Vrij irritant. Die scout gaat eraan. Denk ik. Yep. Mooi, weinig schade ook. Die upgrade hier kan nog niet. Sources gained. Your agent, Tracy, has acquired sources, knowledge of the inner workings of Rakadet. Your spies in that city will operate at 2 levels higher for 24 turns. Oké. Okay. Dus ja, ik heb hier nu volledig zicht op. 1, 2, 3, 4. Ja, zijn leger is ietsje sterker dan dat voor mij, denk ik. Maar niet veel. Jij kan iets nieuws doen. Increase diplomatic visibility. Of cash pakken. Nou, laten we eerst dit maar doen. Accept mission. Er is geen tech om weg te halen. Dit is alvast een mooie aanval. Twee. Zes schade voor ons, denk ik. Op zich hier al meteen een mooie plek om aan land te gaan. Wel wat schade voor ons trouwens. De mijn. Check. Trade post created. Oké. Okay. Factory is nog bezig. Oké. Okay. Dus tussen Egypte en Noorwegen zit blijkbaar nog wat liefde. Richting mij absoluut niet. Unfriendly, unfriendly, unfriendly. Hey, we worden nou nog aangevallen door iets of iemand. Kunnen we dat terug doen? Ja, nou en of. Het is ook niet eerlijk natuurlijk. Kanonnen tegenover een schip dat nog ouderwets met een soort ram werkt. Alright, wat doen we hier? University, het kan wel medieval walls. Nou, heeft hier volgens mij niet zoveel zin.
Onze Michel. Ik denk dat een Knight of zo ook niet heel erg verkeerd is. Of misschien nog een beeldertje om even wat zaakjes nog te repareren. Right. Hier de Granary. Of eerst een monument. Eerst maar een monument. Oké. Okay. Nu iets orders. Beetje verkennen. Nou, er is verder niks meer. Geen dorpjes die in de weg zitten of wat dan ook. Hey, hier zit wel iets van Buskruid. Als dat de juiste vertaling is. Maar daar ga ik op het moment wel even van uit zitten. Hier verder nog dorpjes in de weg. Ik zie ook geen Barbarian Outpost of iets dergelijks. Volgens mij zitten we hier nu eventjes goed. Dus dan gaan we even terug naar daar. Hier zit nog wel een scout. Je wacht nog steeds op je nieuwe district. Oké. Ah, nieuwe trade route. Philadelphia Ephesus. Ja, dit is op zich ook een mooie route. Die ook. Ja, die moet eigenlijk gewoon moeten beginnen worden gelegd. Dus dan moet ik hem eigenlijk even naar Philadelphia verplaatsen. Misschien dat ik het trouwens eerst daar neerleg. Ephesus. Ja. Even kijken, vanaf hier Rhodos. Ja, die route is gemaakt, dacht ik. Of niet? Nee, nog niet. Dan ga jij dus naar Baltimore. Dan neem ik daar ook meteen wat extra production op. Zo. En jij was hier, dacht ik, klaar. Maar even kijken wat hier dan nog zit. Daar zit alleen nog een Egyptenaar. Fortify next turn. 8 beurtjes nog. Oh, kijk. Oh, nu die er nog een keer overheen gaat, maakt hij er gelijk betere wegen van. Oké, zo werkt het dus. Dus alles wat binnen de landgrens ligt is gelijk geüpgrade. En de rest moet je uiteindelijk met de hand weer aanleggen. Dus je moet soms de units nog een keer over hetzelfde stuk laten lopen. Hey, wat zit hier? Pikeman. Hier mag nog een keer geschoten worden. En dat wordt succesvol gedaan. Mooi. Ik denk dat jij in ieder geval even kan healen. Oké. En go. 22 beurten voor de Forbidden City. Ja, de builder is bijna klaar. Ja, we kunnen voorzichtig gaan aan een nieuwe oorlog genikken, maar ja, volgens mij hebben we nog genoeg om uit te bouwen qua wonders en zo. En daar hebben we denk ik zeker nu nog meer profijt van. Die was er inderdaad ook nog. Ja, pijl en boog tegenover kanon. Maar nog doet hij vrij veel schade. Until you've stood at his forge and worked with his hammer. En daar is de volgende tech. Shoot. Op weer een schip ten onder. Ik hoop dat het wat experience oplevert. Zou mooi zijn. New research. Ballistics voor field cannon, astronomy. Square rigging. Dan doen we eerst deze, choose production. Je bent klaar. Je kunt in ieder geval nog twee mijntjes uit. Daar zit een dorpje, mooi. Ah, die kunnen we ook gelijk verslaan. Hier zit helemaal niks aan verdediging. Misschien toch maar even ancient walls bouwen dan. Ephesus. Die gaat dan dus naar Philadelphia. Heeft Philadelphia ook lekker wat production op weer. Dat is ook zo goed. Focus mag daar wat mij betreft ook op liggen. Zo. Jij zit daar goed. Next turn. Boot mag inderdaad zo meteen een keer promoveren. Hoop ik dat je wat extra sight kan krijgen. Of extra movement. Op dit moment het meest aan hebben. Opera is when a guy gets stabbed in the back and instead of bleeding, he sings. Oké. Promotion. 1 movement of combat. Ja, dan is die combat. Ja, dit levert wel eventueel sight op. En het is vooral nu om het ontdekken te doen. Oh ja, dat mag natuurlijk nu niet. Choose new civic. Exploration. Ja,
Dat klinkt eigenlijk prima. Yep, gaan we voor. New envoy. We hebben. Even kijken. Every theater square, every faith. Suzerain. Faith in the capital. En hier geeft het faith voor elke holy site. Dat is denk ik meer. Zo ja. Confirm placement. 42 per beurt. Jij mag bijna daar naartoe. Jij mag naar huis. Oh, dat kan blijkbaar niet. Hij daar in de weg zit. Oké. Okay. Zo dan. Fortify. Sleep. En bouw je mijntje. Next turn. En ik zou hier ook wel een encampment kunnen doen. Ligt ook een beetje midden in het rijk. Dan kan hij een beetje voor deze steden mannetjes maken. En hij voor dit hoekje hier. Dus deze drie en deze drie hier. En dan kan Washington eigenlijk wel een beetje van allebei pakken. Dan zie je nog een encampment wat mij betreft. Er zit ook meer dan genoeg production. Daar kunnen nog twee mijnen. Voedselvoorziening is zo te zien ook geen probleem. Jij mag denk ik weer afzakken dan naar hier. Next turn. 14 inmiddels hier in Washington. Dat is veel. Ah, damn. Check it niet. Hij is ergens anders voltooid. Dat betekent dat ik hem misloop. Dat was net zo ver. Heel jammer. Ik dacht hem eigenlijk al binnen te hebben. Die mag ingenomen worden. Check. En dan, wat mij betreft, Auto Explorer. New Orleans, ja. Wat gaan we daar dan doen? Mont Saint-Michel, dat schiet niet op. Oh, kijk, hier. Oh, dat is dat theater. Yes. Kan dat dan op dezelfde plek? Nee, dat moet natuurlijk hier aan vast. Nou, dan komt hij dus daar. Dan gaat dat duren. 86 beurten. Wow. Nou, zo be it. 16 beurten om te gooien. En anders 12. Dan pakken we dit toch maar even mee. 80 beurten. Echt heel veel. Repair Holy Site. Mag ondertussen ook wel. Hier kan nog een mijntje naartoe. Jij bent daar klaar. Ja, daar zit een kampje. Dat is niet heel spannend, denk ik. Zo. Let the exploration begin. Eigen Columbus, om het zo maar te zeggen. Daar krijgt iemand problemen. Oh, kijk, hier zit nog zo'n dorpje. Oké. Okay. En daar loopt, dat die waarschijnlijk leeg. Kan ik hem waarschijnlijk zo meteen innemen. Vind ik wat troop movement hier. Met name vanuit Candy. Is ook een leuk doel om in te nemen trouwens. Het is natuurlijk maar een klein stadje. Een mooie verbinding tussen de rest. Nou, tot zover het idee dat we in één keer door kunnen. Claim great person. Over wie hebben we het dan? Even kijken. Great scientist. Ja, klinkt goed. Trigger an Eureka for chemistry and run random technology. Terwijl de timer klinkt, ik zeg recruit. Must be on a completed campus. Die zit daar, oké. Okay. En daar is hij. Chemistry dus. Alright. In these orders. Build. En ook hier misschien wel Buenos Aires. Argentinië. Is denk ik een city state. Juist. De grote vraag zijn wij de eerste die hier ontdekt hebben. Influenced by Norway. An unmet player. Oké, okay, dus er zit hier sowieso iets. De vraag is hoeveel precies. Construct Theater Square is de quest. Nou, die hebben we in principe wel. Maar die zal nog niet tellen. Fortify. Next. En dan ronden we hem af. Beurt 215.
Het is bij mij nog steeds een hele leuke campagne. Ja, ik reageer even wat je ervan vindt. Hij wordt niet heel uitgebreid bekeken, zie ik. En dan is toch een beetje de vraag van, wat mist er? Ja, misschien is dat oorlog. Maar aan de andere kant, ja, het is mijn eerste rondje, dus ik verken hem ook rustig. Het gaat misschien allemaal niet zo snel. Maar goed, laat dus van je horen. Voor nu, bedankt voor het kijken. En heel graag tot de volgende keer.